ontevredenheid bij het personeel van Asiana zal binnen niet al te lange tijd tot het verleden behoren. Dat zegt bondsvoorzitter Ronald Hooghart. Werknemers van het tehuis kampen al geruime tijd met mindere werkomstandigheden. Daarnaast is ook het VISO een heet hangijzer. Hooghart geeft aan dat de problemen zich hebben opgestapeld omdat vorige bondsvoorzitters de zaak steeds verkeerd hebben aangepakt. Daarnaast heeft de politiek ook een rol gespeeld in deze kwestie. De bondsvoorzitter is nu wel positief gestemd over de manier waarop SOSAVO-minister André Misikaba de zaak aanpakt. Ik weet dat na oppositie Gochugochuga zijn drapen. Terwijl de maatschappij liep een probleem. In elk geval, de mensen zijn in feite terecht en actie gekomen. En ik heb ze beloofd dat ik die kwestie met de huidige minister ga spreken. Ik heb hem ook gesproken. En hij heeft me geen ongelijk gegeven. Dus we moeten die zaak in de komende dagen weer in lijn brengen. Om in elk geval dat evenwicht wat ik heb willen scheppen eigenlijk ten uitvoer te brengen. Dan denk ik dat de zaken daar rustig zullen verlopen en dat wij in elk geval voor wat betreft de mensen hun positie en hun toelagen op zo kort mogelijk termijn zaken in orde kunnen maken. Dat is wat ik met de minister wil afspreken. Nee, de mensen doen hun werk. Maar ze zijn actie-minded, maar ze doen hun werk. Dus laat dat zo zijn. Ik moet met de minister bilateraal bezig zijn om duidelijk een termijn te kunnen. Je kan geen termijn geven zonder de minister gesproken te hebben. Wel is het zo dat ik maandag 12 uur met de directeur van sociale zaken een gesprek zal hebben. Maar ik wil expliciet met de minister, want de minister is politiek verantwoordelijk. Laten we dat ding oplossen. En ik denk dat hij daartoe genegen is. Misikaba is ook blij met de constructieve houding van de bond. De bewindsman wijst erop dat de oplossing alleen bereikt kan worden als partijen bij elkaar komen. Ik ben in contact met de bond. Mensen hebben hun rechten om in actie te gaan. En ik ben de laatste die daar in de weg zal staan. Alleen we zeggen, laten we niet van de tafel gaan, want daar moet de oplossing komen. Dus nogmaals, in de komende dagen, in dit weekend, komt er een contact. En dan hopen we een richting normaal te gaan. Ik heb vanaf dag 1 aangegeven dat ik bonden op het ministerie niet zie als tegenhangers, maar dat we een team zijn om dat gezamenlijk belang te doen. In dat kader geloof ik dat we misschien vandaag nog een oplossing hebben. SOSAVO minister André Misikaba over de situatie bij Huize Asiana. De bewindsman is net als bondsvoorzitter Ronald Hooghart ervan overtuigd dat er spoedig een oplossing komt.